Welkom bij de Gedachtenstreep. Ik heb vandaag Johan de Troo te gast. Welkom Johan. Je bent hier om over je recente boek te praten. Dat heet Het Verborgen Gevaar. Secten in België en hun infiltratie in de samenleving. Een boek dus over sectarische groeperingen en hoe die mensen in hun greep krijgen en wat dat betekent voor mentale, fysieke gezondheid, enfin, de negatieve effecten erop en hoe je dat in kaart brengt, hoe je dat de tekenen herkent, hoe je ermee omgaat, daarover gaat jouw boek. Je bent zelf van opleiding psycholoog met een specialisatie in godsdienstpsychologie. En dat is al een hele tijd geleden natuurlijk. Verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Mag ik je misschien eerst even vragen wat uw werk daar precies inhoudt? Ja, daar ben ik werkzaam als onderzoekspsycholoog. Dat houdt verschillende dingen in. Enerzijds werk ik met onderzoeksfondsen rond een bepaalde project. En dan die projecten kunnen zeer uiteenlopend zijn. Ik heb nu net een project afgerond rond euthanasie. Nu ben ik bezig over climate anxiety. Dat is weer iets een hot topic voor deze tijd. Dus het is een heel gevarieerd aanbod van thema's waarom ik kan werken. Maar je begeleidt daar geen individuele mensen dan? Het is eerder onderzoek dat je doet. Ik begeleid ook ASO's, dus assistent-psychiaters in opleiding, die voor hun opleiding ook een publicatie moeten hebben. En ik begeleid hen zo'n beetje ook als informatiespecialist en ook in de ervaring hebben van hoe je een systematic review schrijft. Dus in dat proces ook zodanig dat zij ook hun nodige publicatie kunnen krijgen. En je begeleidt de onderzoekers? Ja. Ja. Maar je begeleidt ook al vele jaren, dat staat daar los van dan, mensen die dus in secten zijn terechtgekomen of die er weer uit zijn gestapt. Ja. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Gaat het om mensen die zich nog in een secte bevinden? Nee, het gaat om mensen die al zijn uitgestapt en bepaalde problemen ondervinden? Het kan van alles zijn. Dus het kunnen zowel mensen zijn die nog in een secte zich bevinden en op een of andere manier eruit willen geraken. Ah ja, dus ze willen eruit, want de anderen komen niet bij jou terecht natuurlijk. Dat is een kleine minderheid. Ja. De grote meerderheid zijn de mensen die eigenlijk er net uit zijn en die met verwerkingsproblematiek zitten of zijn familieleden. Van mensen die iemand hebben in een secte en die de vraag stellen van ja, wat moet ik doen om die persoon te helpen om die terug eruit te krijgen. Ja. Maar het spijtige is dat die hulpvraag altijd vaak te laat komt. Dus wanneer de mens al zeer sterk in de beweging betrokken is, en dat is een beetje, het wordt vaak vergeleken met een verslaving. Hè. Hoe meer dat iemand verslaafd is, hoe moeilijker het wordt om die persoon van de verslavende middelen af te krijgen. En dat is een beetje hetzelfde als binnen een secte. Je moet eigenlijk ingrijpen op het moment van de eerste contacten met de beweging. Omdat men dan nog niet in staat is om de controlemechanismen die men gebruikt om iemand binnen een secte te houden, om die van toepassing te brengen op die persoon. Ja. Het probleem is natuurlijk dat mensen die in het vaarwater van een secte komen, zich dat niet realiseren, uiteraard. Nee. Dus niemand zegt, verdomd, ik word hier slachtoffer van een secte. Integendeel, je bent zelf getuige van Jehovah geweest, ook alweer een hele tijd geleden. Ja. En je schrijft ergens dat je dat ook niet realiseerde, als het ware. Nee. Dus mensen staan daar machteloos tegenover. Maar de buitenstaanders herkennen het allicht wel. Buitenstaanders meestal ook niet. Allee, ze merken na een tijd wel dat er iets mis is, maar veel mensen hebben nog te weinig kennis over van wat is nu een secte en hoe werkt dat. Dus de onwetendheid is een van de elementen die kan meespelen waarom dat iemand erin betrokken wordt. En de meeste mensen hebben eigenlijk heel weinig kennis over secten. Nu, er is zo'n algemene uitspraak die zegt een warme douche en een warm bad en nadien de koude douche. Dat vat goed samen van hoe zo'n indoctrinatieproces gaat. In het begin kom je echt in een warm bad terecht met heel lieve, vriendelijke mensen. En men spreekt over lovebombing. En je wordt gebombardeerd met veel genegenheid en liefde. Er wordt heel sterk ingespeeld op je zelfwaarde gevoeld. Hè. Je bent heel bijzonder, je behoort tot de elite, je gaat de wereld mee veranderen. En dat zijn specifieke technieken die men bewust aanwendt. Ja, die ook gewoon marketingmensen toepassen, maar in een veel mindere dosering dan bij dergelijke secten gebeurt. En dikwijls zijn dat mensen ook al die in een bepaalde fase van hun leven zitten,
waarin ze bijvoorbeeld vragen stellen rondom hun identiteit of ze hebben iets meegemaakt, ook al is dat geen noodzakelijke voorwaarde om binnen een secte terecht te komen. En het is pas nadien, hè, na een hele lange periode, en waarin je al heel wat meegemaakt hebt, dat je dan begint te beseffen van, er is iets mis mee, maar ik weet niet precies wat, en is dit niet een secte, of is het iets, zijn ze niet mij aan het manipuleren? En dan komt de koude douche, bij wijze van spreken. Hè. Maar jij bent niet geboren binnen een gezin dat getuige van Jehovah was, dus je bent er ook op die manier ingerold, ingehaald. Hoe moet je dat formuleren? Ik ben er eigenlijk op een atypische manier ingekomen. Daarmee wil ik zeggen van, een belangrijk factor, en dat is ook binnen sociale psychologie, is al heel wat onderzoek rond gedaan en er is ook een wetmatigheid die vaststaat. Een heel belangrijk factor in een sectarische beweging te komen, zijn de sociale contacten. Dat is heel belangrijk. Hè. Ik zeg altijd, ik heb heel lang lesgegeven aan politiemensen. Ik zeg, als je een secte wil beginnen, zeg ik van, je moet niet beginnen met de mensen je doctrine te verkopen. Je moet eerst proberen een goede emotionele band te ontwikkelen. En dan pas, als je een bepaalde band hebt ontwikkeld, stilaan. Geef je de ideeën door, als het ware. Ja. En wat de getuigen van Jehovah heel veel doen, is van deur tot deur gaan. En dat is eigenlijk een techniek die heel weinig nieuwe zieltjes oplevert. Want dat is, daar heb je niet de mogelijkheid om een emotionele band te ontwikkelen. En door internet schijnt het ook bijna niet meer te gebeuren op die manier. Dat is nu wel de nieuwe therapeutische bewegingen. En dan denk ik aan die al een aantal jaren bezig zijn, dat is in de psychotherapeutische secte. Die maken meer gebruik ook van het internet, ook alles wat we gezien hebben rond radicalisering, maken ook heel veel gebruik van het internet. Dat blijkt toch ook een surrogaat te zijn eigenlijk van sociale contacten. En, je wordt benaderd via Facebook bijvoorbeeld nu. Ja. Maar dus bij jou was het nog een deur... Van deur tot deur, bezoek, als het ware. Je nodigde de mensen binnen. Wel, een kopje koffie, uit vriendelijkheid of hoe ging dat? Mijn eerste reactie was van toen ik de deur opendeed in mezelf van, oh godverdomme, als je een getuige van jou. Ja. Okay. Dus ik wou er eigenlijk, ik heb daar ook al heel veel verhalen over gehoord, zeggen, ik wou daar niet mee te maken hebben. Ja. Maar ze stellen zich ook niet eens voor als getuige van Jehovah. Ze stellen zich voor als iemand die iets in verzekeringen deed, maar dan een hele uitleg over verzekeringen. En dan zei hij van, maar het is geen gewone verzekering, het is een verzekering tegen de dood. Wij kunnen nu eeuwig leven aanbieden. En toen had ik door van, oei, de getuige van Jehovah, godverdomme. En dan was ik ondertussen... Ja, dat komt ertussen al 15 minuten staan praten. Ja, ze hadden al een voet in de deur. Voilà. Letterlijk en figuurlijk, ja. Maar ik was wel altijd iemand die heel veel geïnteresseerd was in godsdiensten. Ik heb ook nog vergelijkende godsdiensten gestudeerd na mijn studies psychologie. En als ik even mag, het verhaal over de getuigen van Jehovah, was dat voor of na je studie? Tijdens mijn studies. Tijdens mijn studies psychologie. Ja, maar dus jouw studies beschermden je in zekere zin niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Dat is ook een algemene misvatting die er bestaat, dat het vooral mensen zijn die, allez, dat wordt vaak gezegd, zijn, of mensen die minder opgeleid zijn of die dom zijn. Dat is zeker niet juist. Niemand is immuun, zou je kunnen zeggen. Nee, niemand is immuun. Er moeten natuurlijk een aantal kwetsbaarheidsfactoren zijn. Hè. Sommige mensen zullen nooit in een secte terechtkomen. En andere mensen doen niks anders wat men culthopping noemt, van het een aan de andere secte, sectarisch gedachtegoed terechtkomen. Dus die heb je ook niet. Maar het is een heel spectrum. Ja. Maar het is interessant dat je zelf het ervaren hebt. Hè? Dus hoe ging het dan verder? Ja, wel, ik zei dat ik wel geïnteresseerd was in godsdiensten. En ik zeg, ik ben vooral geïnteresseerd in dat boek Openbaring, dat laatste boek van de Bijbel. Omdat dat gaat over het einde van de wereld. Dat intrigeerde mij, maar ik snapte daar niks van, want dat is allemaal symboliek. En dat is natuurlijk het stokpaardje van de getuigen van Jehovah, die zeggen van, maar wij kunnen dat helemaal uitleggen. Ja, ja. En wij doen dan een bijbelstudie en dat is volledig gratis. En toen zei ik nog van, ik ga het eerst aan mijn vader vragen als een brave jongen. En mijn ouders zeiden van, oké, dat is goed, maar mijn vader zei wel, je mocht wel niks tekenen. Hij had wel iets vernomen van dat de getuigen van Jehovah wel een document tekenen dat ze geen bloed wensen. Uh-huh. Dus dat mocht ik niet tekenen. Zeg. Maar voor de rest mocht ik bijbelstudie beginnen. Maar dat is natuurlijk de deur openzetten. En in het begin was dat inderdaad gewoon inspelen op mijn interesses. En na verloop van tijd, je begint daar
toch een ander gevoel ben te krijgen. Want ik had altijd begin gezegd van, ik wil geen getuige van Jehovah worden, maar ik wil wel wat meer leren over de Bijbel. Maar dan vragen ze van, kom een keer mee naar de vergadering. Ja, je leert die mensen kennen, toffe mensen, vriendelijke mensen. Dat lovebombing. Ja, voilà. En dan zit je vertrokken. En stilletjes aan, meer en meer in, en wordt er gevraagd van genoeg tijd te besteden aan de studie. Dus ja, ik had heel veel hobby's. Met die hobby's stoppen, met die hobby's. Je stilletjes aan u af te sluiten van de buitenwereld, waardoor dat je dus nog meer onder invloedssfeer komt. Dus het wordt je leven, het wordt je wereld, het worden je sociale contacten. Ja. En het is een complex verhaal, maar op een bepaald moment ben je dan toch gaan realiseren, dit deugt niet en je bent er weer uitgestapt. Ja, dat heeft wel... ik moet zeggen van, eigenlijk heb ik altijd wel wat twijfels gehad, maar ja, je gaat die twijfels... Ja, ze leggen dat dan uit van, maar iedereen heeft wel twijfels. En kijk maar, dat is een bepaalde apostelen van Jezus die ook hun twijfels hadden. Het is een test of een beproeving. Ja, voilà. Ja. Dus, maar je gelooft ook dat de Bijbel van God is en dat God bestaat. Ik zeg, dat is voldoende. En probeer je daarop te focussen. En de kritische dingen, dat is Satan die rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar zijn prooi, hè, was de uitleg dan. En daar moet je aan weerstaan. Dus dan schoof je dat een beetje opzij en dan ging je gewoon voort. Ja. Af en toe kwam dat terug naar boven. Maar dan zijn er een aantal dingen gebeurd. En dan komen al die zaden van twijfel, komen dan plotseling allemaal tegelijk naar boven. En dan is het bij mij zo erg geworden dat ik zeg van, nu ga ik alles uitzoeken waar ik altijd aan getwijfeld heb. En dan ben ik echt een jaar aan een stuk. De getuigen van Jehovah die baseren hun leer ook heel veel op archeologie. Dus ik ben al die archeologische tabletten van de Babyloniërs, waar ze zich heel veel mee bezighouden, gaan opzoeken. De afschriften in de bibliotheek. Maar ze draaien er hun hand niet om alleen zijn datum een beetje aan te passen aan hun agenda. Ja, dat is heel typisch voor sekten. Ze zijn heel selectief in hun bewijsmateriaal. Ja. En ik heb dan toen het hele bewijsmateriaal gezien en dan valt alles in elkaar. Dus je bent op een, laten we zeggen, intellectuele manier er weer uit geraakt. Ja. Het is niet dat je, wat ook vaak gebeurt, gedesillusioneerd geraakte in de morele integriteit van een leider of zo. Wel, ik ben wel heel ontgoocheld geweest in de... Ja, je was echt overtuigd van dat het allemaal goede mensen waren. Ja. En, nu is het de beste beslissing uit mijn leven geweest, want wat ik er nu allemaal over weet... Natuurlijk, Dat is verschrikkelijk. Nu, onlangs niet te min, ik pik daar even op in, waren ze gedagvaard, de getuigen van Jehovah, maar ze hebben dat proces gewonnen, als ik het goed heb. Rond het seksueel misbruik? Ja, misschien moet je dat even toelichten. Jij zal dat in detail gevolgd hebben, ongetwijfeld. Ja. Dat gebeurd is, dat is gewoon een feit. Dus het was voor seksueel misbruik dat ze aangeklaagd waren? Ja. Ja, en toch... Tjaks heeft er ook zelfs mee in... komen we nog op. Maar, maar toch zijn ze vrij uitgegaan. Ja, dus blijkbaar zijn ze binnengevallen. En wat is allemaal... Eigenlijk ben ik op dat gebied zo'n beetje... In die 20 jaar dat ik met secteleden bezig ben... En we hebben ook een... in het kader van een VZW, waar ook een advocaat mee verbonden is. Dus we hebben ook een aantal rechtszaken gedaan in die 20 jaar... Een aantal zijn zeer goed verlopen, maar er zijn ook heel veel die dan toch niet goed lopen en waarbij het zo duidelijk is dat het verkeerd loopt. Maar in België mag heel veel. En nu is er nog zo'n zaak bezig rond de getuigen van Jehovah, rond discriminatie. Dat is iets waar ik al mee bezig ben geweest van 2011, waarbij ik naar het Centrum voor Racismebestrijding ben geweest om dat aan te klagen en waarvan ze wisten van dat bestaat. Hè. Dat is inderdaad zo. Het staat letterlijk in de publicaties van dat mensen die weggaan, dat is ongedierte, dat moet uitgeroeid worden. Het staat letterlijk zwart op wit, maar in België mag dat allemaal. Ja. Je verwijst nu naar wat men shunning noemt. Ja. Juist. Dus misschien even uitleggen. Hè. Dus jij bent er dan uitgestapt. Ja. Dan moet je toch op een bepaald moment dat expliciet duidelijk maken aan de andere getuigen of aan de hoger... Eigenlijk rangschikten in de hiërarchie, hoe werkt dat? Aan de hogere gerangschikten die het dan overbrengen naar de gewone leden. Okay. Maar vanaf dan word jij een soort non-entiteit. Ja.
En misschien kun je dat even toelichten, wat dat shunning dan betekent. Ja, dat betekent eigenlijk van de een op de andere dag dat je de ideologie niet meer aanhangt. Dan word je gewoon genegeerd. Dus ja. Ga je dan naar de markt en je komt dan een getuige van Jehovah tegen, dan draait hij zijn hoofd en loopt hij gewoon voorbij. Ja. Je bent eigenlijk niks meer. Ja. Maar jij, omdat je niet in geboren en getogen bent, jij had een sociale context waar je min of meer naar terug kon, neem ik aan. Ja, en ik heb die zelfs niet heel volledig afgebroken. Voilà. Ja. Omdat ik, ze zeiden altijd van, alles wat we zeggen kun je bewijzen aan de hand van de Bijbel. En als ze dan zeiden van slechte omgang bederft nuttige gewoonte, zeiden ze altijd, ik zeg van ja, is dit slechte omgang? Zeg die persoon, je kunt daar niks over zeggen. Het is niet omdat je geen getuige bent dat je een slechte persoon bent. Zeg waar in de Bijbel staat dat ik die persoon moet negeren. En dan was, ja. Ja. Sommige personen zijn duidelijk, maar andere personen zijn... Ja. En voor mensen die geen alternatieve sociale gemeenschap hebben, stel je bent erin geboren en in opgegroeid... Ja. En je stapt eruit, zo zijn er ook mensen, neem ik aan. Wat gebeurt er met die mensen? Ja, dat is nog erger. Dat zijn de zogenaamde tweede generatie, in dit geval getuigen van Jehovah. Dat is nog veel erger, omdat ja, die hebben echt alleen maar de sociale relaties opgebouwd. Die kennen niks anders. Plus, ze hebben ook hun eigen persoonlijkheid niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. Want ja, je bent altijd opgegroeid volgens een bepaald systeem, waarbinnen je eigen... Die eigenheden, al is dat bijvoorbeeld homoseksualiteit, hè, wat dat de volledige... ik heb kinderen geweten die van een dak gesprongen zijn, hè, als getuigen van Jehovah. Ze zijn homoseksueel, ze kunnen daar niks mee doen, want het mag niet bij de getuigen van Jehovah. En ja, je kunt die dingen niet ontwikkelen. Dus als je geen uitweg meer vindt... En even terug naar de begeleiding die jij biedt. Hoe werkt dat dan? Dus wat kun jij die mensen dan bieden, als ik dat zo mag zeggen? Het is de bedoeling dat ze... een leven kunnen leiden op een min of meer normale manier, dus in de normale samenleving met min of meer normaal gedachtegoed? Ja. Mijn bedoeling is vooral, dus ik ga niet werken als psycholoog in de zin van als er onderliggende problemen zijn, je hebt dat soms ook, hè, mensen hebben een onderliggende depressie of soms een psychotische aandoening of dergelijke dingen, dan verwijs ik door naar de mensen die daarvoor gespecialiseerd zijn. Wat ik doe, wat we binnen de VZW doen, dat is mensen helpen puur op het gebied van het sectarische. Dus dat is het verwerken van hetgeen wat ze meegemaakt hebben, maar ook inzicht verschaffen van wat is er met mij gebeurd. Want mensen die uit een secte gaan, die komen af en die zeggen van ja, ze hebben mij gemanipuleerd, ze hebben me uitgebuit, ze hebben dit en ze hebben dat. Ik zeg ja, dat is ook waar, maar dat is maar een deel van het verhaal. Je bent ook een persoon met een bepaalde persoonlijkheid, met bepaalde kwetsbaarheidsfactoren. Hoe komt het dat jij daarbij gekomen bent en niet iemand anders? Dus dat is ook heel belangrijk om daarbij stil te staan van wat heeft er nu gemaakt uit je verleden, in je persoonlijkheid, dat je daarbij gekomen bent. En als je dat inzicht verworven hebt, dan krijg je een soort van alarmsignaal, inwendig alarmsignaal, dat je in de volgende context waarin je in een beïnvloedingssituatie terechtkomt, dat direct alarmsignaal afgaat. Ja. En dat je eigenlijk beschermd bent voor niet alleen voor de sectarische dingen, maar ook voor andere mensen die jou proberen te beïnvloeden. Ja. Die VZW waar je naar verwijst, is dat de studie- en adviesgroep secten? Ja. Ja. Dus die is nu nog steeds actief? Is nog altijd actief. Ja, en dus iedereen kan daar eigenlijk aankloppen om hulp te krijgen? Ja. Ook ouders of partners van mensen die erin geraken, mensen die erin zitten en eruit willen. Ja. En mensen die eruit getreden zijn en ook nog... op een of andere manier begeleiding willen, die kunnen daar terecht. Ja. Ja. Maar er is dus ook het JAXO, je vermeldde het al even, het Informatie- en Adviescentrum voor Schadelijke Sectarische Organisaties. Het is misschien toch goed dat je dat ook even uitlegt voor ons publiek. Dat is een niet zo geweldig gekend overheidsorgaan, denk ik, maar doet wel nu al vele jaren belangrijk werk, heeft de grootste bibliotheek ook, toch zeker van West-Europa, denk ik, over inderdaad. Secten, dus iedereen kan daar terecht. Ja. Maar wat doet men daar nog meer? Ja. En ik stel nu twee vragen tegelijk, maar hoe is het ontstaan? Ik denk dat dat ook een interessant verhaal is. Je legt het uit in je boek, maar misschien kun je het toch ook even samenvatten. Wel, het is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de Orde van de Zonnetempel. Ja. De collectieve zelfdodingen, zeggen ze, maar de meeste mensen zijn gewoon vermoord geweest. Tientallen slachtoffers door die secte. Dus in Zwitserland, in Frankrijk en in Canada. Maar er waren ook Belgen bij betrokken. Er waren Belgen bij betrokken, slachtoffers, de Belgen. En een van de leiders, Luc Scherij, was ook een Belg. Belgische arts.
Dus de Belgische overheid begon vragen te stellen van, ja, hoe zit het hier in België? Zijn er nog zo van die gevaarlijke secten? We spreken nu over 25 jaar geleden, zoiets. Ja, 1994. Ja, of al langer. Ja. En dan in 1997 is dan die parlementaire onderzoekscommissie gekomen. En dan heeft men op basis, dan heeft men vastgesteld op basis van dat, die onderzoekscommissie, dat er inderdaad problemen zijn in België. En dat er eigenlijk een commissie moet opgericht worden die het werk van die parlementaire onderzoekscommissie zou kunnen verderzetten. Een soort van organisatie. Dus die onderzoekscommissie bracht in kaart, of trachtte in kaart te brengen, zijn er gevaarlijke sectarische groeperingen in België. Ja. Ja. En daaruit is het Jaksel dus ontstaan. En daaruit is het Jaksel ontstaan, die eigenlijk het werk van de onderzoekscommissie heeft verder gezet. En daar kan iedereen terecht die ook vragen heeft op een of andere manier, omtrent secten, theoretisch en ook... Ook anders? Niet voor hulpvragen. Dus dat is het verschil met terreinverenigingen, zoals we dat noemen. Ja. Dus verenigingen die echt puur gericht zijn op het helpen van mensen. Zij, dat is niet in hun statuten ingeschreven. Dus voor hun is het het sluitend bieden van informatie en ook het formuleren van adviezen. Maar die adviezenformulering, dat kan alleen maar door openbaar bestuur aangevraagd worden. Dus de politie die vraagt... Ja. Of de binnenlandse zaken of zo, die met een bepaalde situatie te maken hebben. Dus geen privépersoon? Nee, geen privépersoon. Omdat ik kan mij voorstellen, stel in echtscheidingskwesties, dat advocaten graag een bericht van het JAXO hebben als ondersteuning. Ja, maar mijn cliënt wil zijn kinderen het goede recht, want de man of de vrouw, de partner, is in de band van een of andere secte enzovoort. Maar dat komt ze bij ons, ook voor een advies. Dus samenwerking eventueel met de advocaat. Ja. Maar dat kan ook misbruikt worden natuurlijk. Je kunt de ander verwijten in een secte te zitten. Ja. Maar goed, het formuleren van adviezen, wat ik persoonlijk doe, is ik probeer toch wel heel goed de dingen in kaart te brengen, ook informatie bij het JAXO op te vragen. En ik ben ook heel duidelijk ik zeg ook heel duidelijk in het begin, het is niet mijn bedoeling om, tenzij het zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn, om een kind van een van de ouders weg te halen. Mm-hmm. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om een kind te beschermen en een aantal dingen te formuleren in het advies, zoals bijvoorbeeld dat bepaalde, als de secte bepaalde ideeën heeft over geneeskunde die schadelijk zijn voor een kind, om dat te bespreken en te zeggen van, ja kijk, als er een probleem is met het kind, dan is het ouder die niet in een secte zit, die mag kiezen naar welke dokter het gaat. Ja. Of wanneer de secte zegt van, ja, hoger onderwijs en dergelijke dingen, dat doen we al niet allemaal mee, dat de ouder die niet in een secte zit, mag kiezen welk onderwijs dat aan het kind geboden wordt. Dus in die zin dat het kind gevrijwaard blijft voor eventuele negatieve factoren, maar het is niet de bedoeling om een kind helemaal af te trekken. Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, we hebben ooit een zaak gehad, waarbij de moeder zo extreem in haar geloof was. In die extreem katholieke groepering, hè, die in de duivel dat ook in het boek beschreven staat. Dus die casus bedoel je. Ja. Maar dat is een eenmalige dat situatie. Dat is een eenmalige geweest, situatie, misschien moet je het ook even schetsen. Ja, dat is een moeder die in een West-Vlaamse streng primitief katholieke secte zat. Dus dat zijn eigenlijk groeperingen die naar een strengere vorm van het katholicisme gaan, eigenlijk van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is het concilie in de kerk die gezegd heeft van, we moeten heel wat dingen veranderen in de kerk, zoals bijvoorbeeld niet meer de mis in het Latijn doen, de vrouwen toelaten dat ze ook een broek mogen dragen, niet alleen een rok, dat je niet alleen op vrijdag vis moet eten, dat ook al die dingen, al die strenge reglementeringen moeten gedaan maken. Maar die gaan dus terug naar die extreme vorm. En die beweging had dan nog een mix gemaakt met, volgens mij waren daar ook psychotisch aandoende... Zoals je het beschrijft, lijkt het wel zo. Een soort van folie à deux psychose, dus waarbij één iemand waarschijnlijk ziek is en de andere aansteekt in zijn waangedachten. Ja. Dus zij mengde dan nog met ideeën van het einde van de wereld is nabij, er zijn hier demonen die rondgaan, we moeten ons beschermen. En die moeder was zodanig extreem in dat geloof, dat die kinderen mentaal zo gekraakt waren. En dat was een van die kinderen die tegen de juf zei op een bepaald ogenblik van, ik wil dood zijn, of ik wou dat mijn moeder dood was. Die psychologisch zo getormenteerd waren, dat er een hele rechtszaak van gekomen is. En waarbij de moeder dan ook nog zo'n extreem gedrag aan de dag legde in de rechtszaak zelf. En dus zij is uit de ouderlijke macht ontzet. En hebben jullie dan die kinderen begeleid? Of is dat een casus waar je zelf niet persoonlijk... Ik heb die casus mee begeleid.
in het proces zelf, maar de kinderen zelf niet. Mm-hmm. Dus je weet niet hoe die kinderen verder ontwikkeld ja, zijn? Ja, want ik heb die vader altijd heel goed gekend. Want het klinkt nogal extreem zoals je het in je boek beschrijft. Ja, 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 het was ook een heel extreme situatie. Het was een vader waar ik ook heel veel waardering voor had, de liefde die hij voor zijn kinderen toonde, hoe ver hij ging om voor die kinderen te strijden. Dus ik ken de vader en zijn nieuwe partner ken ik persoonlijk goed. En ja, we hebben af en toe wel contacten ook gehouden, onderhouden. En die kinderen, dat is min of meer goed gekomen? Of, Die kinderen zijn goed gekomen, twee van de drie. Want het is een beetje een tragisch einde geweest voor een van de kinderen, want zoontje Wouter heeft een ongeluk gehad en was op slag dood. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat is verschrikkelijk hoe je dan mee met de vader het proces wint. En dan moet je nadien naar die begrafenis. Heb je dat drama? Ja. Dat is. Juist. Nu, jij gebruikt, ik zal maar zeggen, complexloos de term secten. We doen het nu ook, of secte, we doen het tijdens ons gesprek hier nu ook al de hele tijd. Maar in de wetenschappelijke literatuur is dat wel wat omstreden. Hè? Men spreekt neutraler over nieuwe religieuze bewegingen en vergelijkbare termen. Maar jij bent daar nogal resoluut in, een secte, met alle negatieve connotaties. Je gebruikt dat gewoon. En je merkt zelfs ergens op, je bent nogal scherp, als ik het zo mag zeggen, naar sommige godsdienstsociologen en academici toe, die duidelijk geen praktische ervaring hebben met de gevaren die van sectarische groeperingen kunnen uitgaan, en er daarom zo nogal neutraal over schrijven. Maar bon, jij kent het meer van binnenuit. Dus secten, vaak echt wel negatief. Wel, ik spreek. En anders gebruiken we dat woord niet. Ja, wel. Ja. Ik leg het ook uit in mijn boek. Secten is eigenlijk een zeer neutraal woord. Maar niemand interpreteert het zo natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, omdat de media er vaak een heel negatieve connotatie. En ook omdat in de kerkgeschiedenis later ook een heel negatieve. Het waren de andersdenkenden die de secten waren. Maar als je de oorspronkelijke. En dat wordt ook in het onderzoeksrapport opgemerkt van. Dat is op zich neutraal. Het gaat gewoon over een groep van mensen die een bepaalde ideologie navolgen. Dus daar is niks verkeerd mee. En in België wordt er dan ook. Het JAXO maakt ook een heel duidelijk onderscheid tussen secten en schadelijke secten. Het JAXO gaat expliciet over schadelijke sectarische dus organisaties. Voor mij, als ik het over negatieve dingen heb, heb ik het ook over schadelijke secten. Ik vind niet alle secten schadelijk. Dus zijn bewegingen die. En wat zijn zo de criteria om als een schadelijke secte beschouwd te worden? Wel, in het parlementaire onderzoeksrapport staan er 13 criteria geformuleerd die als een leidraad kunnen gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen secten en schadelijke secten. En een aantal van die criteria zijn bijvoorbeeld wanneer je uw volgelingen zegt van dat ze geen contact meer mogen hebben met uw familieleden. Wanneer je zegt tegen uw volgelingen dat ze niet naar de genezer moeten gaan voor hun ziekte te genezen, want de goeroe heeft het licht van God gezien en hij zal u genezen. Zelfs al is dat kanker. Wanneer het gaat over mensen afzetten, grote geldsommen vragen voor pseudo-achtige remedies, dat zijn een hele reeks van kenmerken. Dus fysieke, mentale integriteit, gezondheid, dat is ook eentje. Well-being van mensen in het gedrang kan komen. Ja. Per definitie kunnen we dan over schadelijk spreken. Dat is ook schadelijk, dat is ook een schadelijk. Nu, in je boek, de titel alleen al, Het Verborgen Gevaar. Is het ernstig in België? Zien we van alles over het hoofd? In de media, in het onderwijs, in het verschil, jeugdbewegingen? Het verschil met ik vergelijk het ook vaak met radicalisering. Hè. Geradicaliseerde bewegingen, zoals we met IS hebben gehad, dat is zeer manifest aanwezig in de samenleving. Om die plegen aanslagen, dat is heel duidelijk voor de samenleving. Iedereen is zich daar bewust van. Voilà. En dit zijn dingen die vaak achter gesloten deuren gebeuren en die mensen vaak niet opvatten. Of dat ze zeggen van, dat is een geloof, hè. Ze zijn misschien een beetje een extremer in geloof, maar. Misschien even heel concreet, kunnen bijvoorbeeld onderwijzers of leerkrachten in het middelbaar, zij kunnen kinderen in de klas hebben waarvan ze niet weten dat de ouders, en dus het kind ook, in een potentieel schadelijke sectarische organisatie zit. Nee, dat is mogelijk, om dat zo verborgen te houden. Ja, ofwel hebben ze door van, bijvoorbeeld, heel vaak voorkomen. Maar ze weten niet wat ze er kunnen aan doen. Of ze weten niet wat er verder uit. Bijvoorbeeld, er zijn veel kinderen die bijvoorbeeld in een klas zitten en die getuigen van Jehovah zijn.
Ja, het enige wat opvalt voor die onderwijzer is als er een verjaardagsfeestje is dat ze niet meedoen. Ja. Als er schoolactiviteiten zijn dat ze niet meedoen. Maar men respecteert de geloofsvrijheid. Maar alles wat er dan achter zit, ja, dat is voor hen niet duidelijk. Hè. Dat is voor hun onwetendheid. En hebben we daar min of meer een kwantitatief beeld van? Dus over hoeveel mensen haat dat in België, waarvan je kunt vermoeden, die zitten in een sectarische groep die dubieus is. Ja, daar hebben we geen echte statistieken over. We kunnen alleen maar zeggen, en ik zeg in mijn boek ook van, Tjaksoe heeft iets van een 1200, 1300 dossiers. Maar dat betekent niet dat er 1200, 1300 schadelijke secten zijn. Of dat het secten zijn, want dat gaat ook over dossiers zoals dolfijnentherapie. Ja, dat is geen secte. Ja. Dat is een bepaalde stroming waar mensen zich vragen rond stellen bijvoorbeeld. Alles waar een vraag rond gesteld wordt, daar wordt een dossier over geopend. Maar hoeveel dat er dan van schadelijke zijn, ja, er zijn een aantal die heel duidelijk zijn. Hè, en die ook door de staatsveiligheid worden gevolgd. Waarvan in de loop van de jaren duidelijk gebleken is dat het een gevaarlijke beweging is. Maar dat zijn doorgaans kleine groepen. Dat zijn kleine groepen, dat zijn ook veel te zien. Wat u natuurlijk verstaat, voor mij zijn de getuigen van Jehovah een schadelijke secte. Dat is een grote groep. Maar dat is een vrij grote groep. Dat zijn hoeveel mensen? Toch enkele tienduizenden waarschijnlijk. Ja, in België. Nu is het, ik denk, iets van een 25.000. Ze hebben op een bepaald moment tot bijna op 30.000 gestaan. Nu zal dat iets van een 25.000 zijn. Dus jij aarzelt niet om dan over schadelijk te praten. Ja. Nu, als je dus zo kritisch bent in je boek, in lezingen enzovoort, over sectarische groeperingen, riskeer je dan klachten aan je been te krijgen, dat men je voor de rechter sleept of intimidatiepogingen of zo. Ja. Tja, dat is eigen aan met die zaken bezig. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel iemand die zich altijd, of ik probeer de goede woorden te gebruiken, of vooral als ik schrijf in dingen, alles genuanceerd mijn ding te vertellen. Maar om wel je juridisch een beetje in te dekken. Voilà, Maar je hebt wel, je schrijft in je boek dat er toch geen zin gebroken is bij jou. Ja. Zonder dat je de details te weten bent gekomen. Maar dus er gebeuren wel intimidatiepogingen naar mensen die kritisch zijn tegenover secten. Ja. Of bijvoorbeeld op lezingen gevolgd worden door mensen van Scientology. Ja, dat is algemeen bekende techniek, hè, van Scientology bijvoorbeeld. Juist. Of aan de telefoon uitgescholden worden voor als je een verslag schrijft van je zegt geen echte psycholoog. Dat valt allemaal nog wel mee. Ja. Gerechtszaken zijn er ooit wel geprobeerd geweest, maar daar is uiteindelijk ook niks van gekomen. Ik zeg het, ik probeer mij ook. Mijn voorganger bij de VZW was een heel andere figuur. Dat was een beetje de Van den Bossen van Gaia zo. Dat van in zijn taalgebruik ook soms wat erover gaan. En dan zich openstellen voor gevaarlijke dingen. Terwijl ik altijd gezegd heb van, ik wil de boodschap geven, maar het moet op een genuanceerde en een correcte manier zijn. Zoals het Tjaksoe eigenlijk in stijl ook is van. Heel het dossier van het seksueel misbruik. De boodschap is duidelijk. Er is seksueel misbruik bij de getuigen. Maar alles moet goed gestoffeerd zijn. Met bronnen. Ik zag een tijdje geleden, je hebt er misschien ook nog gekeken, de documentaire op Netflix in meerdere afleveringen over de Indische guru Bhagwan, hè, de Bhagwan-secte, later bekend als Osho. Ja. Die documentaire heet Wild, Wild Country. En wat mij opviel, er zijn daar behoorlijk veel leden die daar afstand van hebben genomen, die beseffen, ik was daar in terecht gekomen, dat was niet zo positief, dat liep er allemaal fout enzovoort. Maar er komen daar ook mensen in voor die zelfs met tranen in de ogen terugdenken aan wat zij beschouwen als een schitterende periode, een prachtig sociaal experiment, we wilden een utopie, een nieuwe wereld enzovoort. En die het nog altijd verschrikkelijk vinden dat de groepering uit elkaar is gevallen. Is dat iets wat je kunt begrijpen? Ja. Omdat daar niettemin, die zijn ook beschuldigd van, ze wilden mensen vergiftigen en afluisterpraktijken enzovoort. Dus al die schadelijke aspecten kun je waarschijnlijk wel aanvinken. Ja. En toch zie je hele verstandige mensen in documentaire die werkelijk met veel weemoed eraan terugdenken en het enorm jammer vinden dat het mislukt is. En ze denken dat het komt door de tegenwerking van buitenaf. Hè. Ze zijn als het ware blind voor de interne constructiefouten die er toch van meet af aan waarschijnlijk al in zaten. Ja.
Dat herken je? Ja, dat is heel herkenbaar. Dat zijn dan dikwijls mensen die niet tot... Ja, die de... Er zijn verschillende redenen voor. Hè. Er is zoiets in de psychologie dat bekend staat als psychologische verdedigingsmechanismen. Dat is een mechanisme die we allemaal in ons leven gebruiken om ons psychologisch staande te houden in moeilijke situaties. En voor sommige mensen die in een sect hebben gezeten, die kunnen dat niet in hun in bewustzijn laten doordringen van ja, dat ze gemanipuleerd geweest zijn of dat dat inderdaad niet is wat ervan gedacht wordt. Allee, het zijn ook fenomenen die in de gewone samenleving voorkomen. Denk aan Trump. Er zijn ook genoeg mensen die nu nog altijd blijven volgen. Ook al is het zo duidelijk dat die een mens wat ook allemaal gedaan heeft. En toch blijven mensen... Dat het met leugens aan elkaar hangt, maar men blijft erachter staan. Nu, het valt ook op, sectarische verenigingen in het algemeen, denk ik, hebben ook vaak, laten we ons noemen, zeer excentrieke opvattingen over hoe de realiteit in elkaar zit. Hè. De Raëlianen bijvoorbeeld, die je bespreekt, hè. Dus een UFO-secte is dat, Scientology ook, gelooft ook in allerlei buitenaardse wezens enzovoort. Dus ze geloven in pseudowetenschappen of alternatieve visies op van de fysica enzovoort. Dus mijn vraag is nu, hoe komt het dat verstandige mensen daarvoor kunnen vallen? Jij verwijst bijvoorbeeld, ik kan een concreet voorbeeld geven, naar talloze wetenschappers die het ambassadeproject van de Raëlianen ondersteunen. En ja, dat moet even uitgelegd worden. Het gaat over de Elohim, de buitenaardse wezens. En die secte wil dus via de Verenigde Naties een soort ambassadeurs van de Elohim aangesteld krijgen. Voor als ze hier opnieuw zouden landen, want ze zijn hier al eens geweest in hun belief. Om die mensen dus te ontvangen als ambassadeurs van de buitenaardse beschaving. En dan moeten ze misschien speechen op de Verenigde Naties enzovoort. Een buitenstaander denkt, ja, dat is knettergek. Maar jij schrijft, talloze wetenschappers scharen zich daarachter. En zelfs in België, je noemt geen namen, hoef je ook niet te doen. Maar ken je iemand die wetenschapper is en dat mede ondersteunt? Ja. Hoe kun je dat vatten? Op de website van de Raëlianen staat ook zelf verwezen in welke landen die wetenschappers dat project ondersteunen. En België stond daar ook bij. En ik ben dan zelf ook een beetje gaan zoeken van... En dat blijkt iemand van IMEC te zijn. Die, tegenwoordig heb je zoveel sociale... Sociale media is zo wijdverspreid. En dan kom je een foto tegen uiteindelijk met veel te zoeken, waarop je dan de symboliek herkent van de Raëlianen. En dan kun je de connectie leggen van... Als je dan nog wat verder zoekt, dan zie je inderdaad dat die persoon betrokken is bij de dingen. Maar dat is juist de misvatting van de vele misvattingen die er bestaan, dat die twee niet samengaan, intelligentie en vallen dergelijke... voor rare opvattingen. Voor ons rare, want dat is ook iets wat ik wil zeggen, rare opvattingen. Mijn grootmoeder vertelde in een tijd, van als ze op de ostie beet tijdens de Eucharistieviering, dat de kerk onder bloed zou komen te staan. Ja. De mensen geloven ook van het lichaam van Christus komt de transsubstantiatie in de ostie terecht. Ja, ik bedoel, dat is voor mij even absurd als geloven dat wij gecreëerd zijn door buitenaardse wezens. Maar geloofde zij dat letterlijk, denk je, je grootmoeder? Of was dat eerder zo'n... Ja, die mensen waren in die tijd ook wat... eenvoudiger van... Men stelde zich daar ook niet al te veel vragen bij, misschien. Ja, voor hen was dat, dat ligt. Goed, maar Christen, iemand die aan zo'n onderzoeksinstelling als het IMEC werkt, die kan zich daar toch meta-vragen over stellen, over wat de Raëlianen allemaal vertellen. Maar de dingen met secten is, en ik vind met de Raëlianen ook, hè, ze hebben een hele... eigenlijk zijn ze eigenlijk op de kar gesprongen van de... Een beetje vooraf gegaan aan wat de genetica in de laatste jaren allemaal gedaan heeft. Het kloneren was een belangrijk ding voor hen. Ja. Dus eigenlijk, misschien niet iedereen zal dat weten, het gaat eigenlijk over een man die zanger was en ook nog ook autocoureur was en zo, en dan contact had met een buitenaards wezen en zo heeft hij dan een secte gesticht. Enfin, ik vat het hier heel kort samen, maar daar komt het in essentie op neer. Ja. Hij leeft nog, de groep bestaat nog altijd, heeft overal... In meerdere landen aanhangers. Ja, dat is het eigenlijk. He. Die Raëlianen. Ja. Maar dus, even terug naar mensen die daarin geloven. Zo, kijk, iemand als die onderzoeker waar je naar verwijst, dat is niet iemand zoals je grootmoeder, met alle respect voor je grootmoeder. Nee, en dat is ook niemand maar, die psychologische problemen heeft, noodzakelijk. Dus, maar geloven die mensen dat dan letterlijk? Ik ben ervan overtuigd dat die dat letterlijk geloven, als je daarmee praat. Dus ik ga nog een stapje verder. Je hebt het ook over de Bretarians.
van breath, adem, ademen, to breathe. Die mensen denken dus dat alleen maar ademen voldoende is om in leven te blijven. Ja. Je hebt geen voedsel nodig, geen water nodig, zelfs enzovoort. Ja, dit is nogal evident fout, want als je dat zou uittesten een tijdje, ga je gewoon dood. Er zijn mensen die het uitgetest hebben. Maar er zijn mensen die, inderdaad, maar er zijn mensen die desondanks, want er zijn doden gevallen, die er desondanks toch in blijven geloven. Ja, ja, ja. Wat zegt de psychologie daarover? Ja, het is... Ze zijn niet psychotisch, maar er is toch iets raar aan de hand. Nu, in ook. Die beweging zitten we natuurlijk een beetje met een samenkomen van mensen die vaak met eetproblemen zitten en die dan in zo'n bewegingen een soelaas vinden. Bijna per definitie zou ik zeggen. Dus dat is weer iets anders. Als het over Ariane gaat, daar zit heel veel pseudowetenschap in. Dus daar zitten elementen in die wetenschappelijk aandoen. Ik heb de boeken ook gelezen van Rael. Ik moet zeggen, als je daar echt met een open geest begint in mee in te lezen en niet te kritisch zijn, dan zit daar veel... Lijkt het nog goed in elkaar te zitten vind, ook. Ik vind dat persoonlijk een heel intelligente mens. Ja. Over wat die eigenlijk bewerkstelligd heeft. Hè, want dat is de meest bekende UFO-religie die er bestaat. En hoe is dat uitgegroeid is en wat voor organisatie, wat zijn de ideeën ook zo... Ik kan dat heel goed begrijpen. Van dat je daarvoor valt. Ja, omdat lidmaatschap en secte is niet alleen... Dat is niet hoofdzakelijk rationele element. Daar zitten heel veel emoties bij. En dat is een heel ander spectrum. Hè. Een bekend element wat mensen vaak vergeten, omdat ze het veel te rationeel bekijken, is wat we noemen mystieke manipulatie. In elke secte probeert men een soort van mystiek te creëren. Van de leden te laten geloven dat God aanwezig is, dat er iets bijzonders is rondom de beweging. Het is een beetje hetzelfde als je in een concert zit, de mensen beginnen te wenen, omdat ze geraakt worden door de muziek. Er is iets wat je niet in wetmatigheden kunt vatten, rationeel kunt vatten. Je voelt je heel gelukkig dat je uitverkoren bent of erbij hoort, dat je het mag beleven. Ja. En als je dan, want er zijn zoveel soorten van bewegingen, als je dan juist dat element, bijvoorbeeld als Realiaan, gelooft al op voorhand... Wij zijn niet alleen, er zijn buitenaardse wezens. Dan kom je in zo'n beweging terecht. Je wordt emotioneel geraakt en het klopt met je visie die je had. Ja, dan heb je een grote kans om daarmee in getrokken te worden. Bij mij hebben de getuigen van Jehovah was van, ik geloofde van de wereld zit niet goed in elkaar. Ja. De mensen die gaan dat toch niet oplossen, de geschiedenis heeft dat bewezen, komen er getuigen van Jehovah. Die het op een rationele manier, omdat ik heel rationeel ingesteld was ook, die het op een heel rationele manier ook zeggen van, wij gaan dat niet oplossen, het is God die gaat oplossen. Ach, voilà. En dan, dat klikte bij mij, en zo ben ik daarmee. En zo is er voor iedereen, redelijk, iedereen is er wel een ingangspoort. Je moet juist het juiste knopje in... Ik wil nog even terugkomen op de problematiek van kinderen. Ik denk, dat lijkt mij het moeilijkste zijn, omdat volwassen mensen... mogen denken wat ze willen en hebben gelukkig in een democratie. Je mag je aansluiten bij een groepering die er hele rare opinies op nahoudt. Of voor vrijheid blijheid is, seksueel of alternatieve diëten aanhangt enzovoort. Gelukkig, zal ik maar zeggen, bestaat die vrijheid. Maar met kinderen is het natuurlijk toch anders. Hè? En kun je wat meer vertellen over hoe... Ja, het recht van ouders om hun kinderen op te voeden zoals zij dat willen, wat hier ook bestaat natuurlijk, hoe dat wringt met het feit dat kinderen natuurlijk ook beschermd moeten worden tegen al te gekke opvattingen die potentieel voor hun ontwikkeling schadelijk kunnen zijn en hun gezondheid. Ja. Je gaf al dat voorbeeld van die extreem katholieke secte, maar er moeten er meer... Bijna elke dus gevaarlijke secte komt daarmee in conflict toch met het recht op... Een gezonde, autonome ontplooiing van een kind. Ja, dat is omdat, ik zeg, de secten hebben vaak een totaalvisie op het leven. Hè. Ze zeggen niet alleen wat je moet doen om gered te worden, maar ze hebben ook een idee over alles. Hè. Onder andere ook hoe een gezinssituatie, een gezin moet functioneren als systeem om het beste kind te kunnen produceren, bij wijze van spreken. Dus daar hebben ze ook een hele theorie over. En als dat dan gepropageerd wordt door iemand die zelf al... ofwel labiel is, of van die verschrikkelijke ideeën heeft. En eenmaal dat je overtuigd bent als gelovige
dat God daar aanwezig is in die figuur, dan slik je alles wat dat die persoon ook zegt. Dan denk je van, ja, dat is allemaal juist en dat is voor het welzijn van mijn kind. Ook al is dat zeer nefast voor een kind. Hè. Dus wanneer wordt het schadelijk? Ja, wanneer inderdaad de fysieke of psychische integriteit van een kind begint te schaden. En ik denk dat psychologen al lang genoeg beschreven hebben van wat gezond is voor een kind. Oké, dat is ook niet altijd het evangelie, hè? Dat is ook iets dat evolueert door in de tijd, maar er zijn toch een aantal basisdingen. Ja, dat je de zelfontwikkeling van een kind moet stimuleren, ik denk dat dat zo evident is. Binnen een secte is dat niet mogelijk. Hè? Binnen een secte is het, iedereen moet hetzelfde denken, een kind ook. Dus eigenlijk zouden alle kinderen op zijn minst moeten opgevolgd worden die in een sectarische groepering opgroeien. Ja. Want het is nefast voor hun ontwikkeling. Het is nefast voor hun ontwikkeling, ja. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Ja, het probleem is dat de mensen komen bij ons dan terecht van en dan is dan dikwijls gerechtszaken die dan, of de jeugdrechter komen. Die verloren worden. En die soms gewonnen worden en die soms verloren worden en soms eerst gewonnen worden, maar in beroep dan weer omgekeerd worden. En als er zo'n proces gewonnen wordt, wat is de consequentie dat kind ergens geplaatst wordt of zo? Want ja, dat is ook niet ideaal. Nee, natuurlijk. Dat is wat ik in het begin van het gesprek zei. Ik wil niet dat een kind van beide ouders gescheiden wordt. En wat is dan de aanpak? De aanpak is dat we gaan vooral op de belangrijke fundamenten in een kinderlijke ontwikkeling gaan enten. Dus dat gaat over de educatieve ontwikkeling, dat gaat over de medische verzorging, dat gaat over de seksuele ontwikkeling, dat daar duidelijke afspraken rondgesteld worden. En de ouders worden dan opgevolgd? Ja, dat is ook weer zo'n... Maar natuurlijk mensen die in de ban zijn van een sectarische vorm van denken... Ja, ik weet het, bij uitstek dat ze gelijk hebben in alles natuurlijk. Ja, en die blijven voortdoen. Als het verhaal van die vader die in die extreem-katholieke secte, die moeder bleef voortdoen. Dus hij moest dan een rechtsdeurwaarder aanstellen om die inbreuken te laten. Dat kost dan ik weet niet hoeveel geld. Ja. Het was wel een vader die heel sterk op het kritisch denken... Allee, hij heeft ook nooit niet gezegd tegen de kinderen van... Uw moeder is slecht, hè, maar uw moeder... Ja. Is misleid, ja. Laat ons zeggen. Maar de kinderen waren gelukkig ook slim genoeg om dingen op te vangen. En is op een bepaald moment een van de kinderen geweest, en het was dan ook de jongste, die gezegd heeft van... En ik ga niet meer naar mijn moeder. Mm-hmm. Het is voor mij genoeg geweest. En de rest is gevolgd daarin. Ja. Hij zegt, als je dat nog blijft voortdoen, moeder, dan stopt het voor ons. Ja. Wij willen dan meer uren aan een stuk binnen op onze knieën. Ja. Of tussen al die angstingen zitten leven. Wij willen kind zijn. Overal de duivel menen te zien enzovoort. Ja. Ja, dat is ook zeer beangstigend voor kinderen. Ja, dat is verschrikkelijk beangstigend. Want gelooft. Ja. Ik heb voor die rechtszaak, heb ik de filmpjes die de moeder liet zien aan de kinderen. Ik vertelde ook in mijn boek dat ik op een avond je kreeg alleen... Zelfs kwik. Ja, dat is waar. Ja. Ik heb gezegd, ik ga die alleen zien als ik 's avonds alleen ben. He, niemand is hier aanwezig, het is donker en dan wil ik de filmpjes zien. Ja. En ik was daar zelf niet goed van. Dus ik kan me indenken dat voor een kind... Is dat vreselijk. Dus dan voelde ik echt aan van hoe erg dat voor een kind moet geweest zijn. Ja. Het is heel moeilijk in te schatten, maar ik vraag het toch maar. Heb je het idee dat het potentieel erger wordt? Omdat, als ik nu kijk naar de voorbije coronaperiode, mensen bleken toch zeer vatbaar te zijn voor... bijvoorbeeld de antivaccinatiebeweging, dat is ook iets wat je vaak in secten vindt. Hè. Weerstand tegen vaccins en overheidsmaatregelen en wetenschappelijk advies wat het medische betreft enzovoort. En natuurlijk ook door internet en sociale media kunnen mensen elkaar veel sneller vinden en radicaliseren enzovoort. Kun je daar een inschatting van maken? Bijvoorbeeld het JAXO, houden zij dat bij? Of komen er meer vragen, meer groeperingen? Of is dat... Het aantal vragen is ongeveer stabiel per jaar. Over 20 jaar bekeken nu. Ja. Dat is ongeveer... Het is niet erger geworden. Ja. Nu is wel een... niet erger geworden, je krijgt wel een verschuiving in de soorten van secten. De typische Oosterse secten van vroeger, zoals de Hare Krishna. Of je had nog een hele reeks van die bewegingen waar ook populaire artiesten zich bij aansloten. Die zijn een beetje op hun retour. Of genormaliseerd in zekere zin.
Ja, we zoals Osho bijvoorbeeld. We weten dat ze bestaan. Ja, zoals Osho, ja. dat is van een schadelijke naar een niet-schadelijke sect gegaan. Ja. Dat een soort min of meer erkende semi-religie geworden. Ja, zo'n hippiebeweging is dat nu geworden. Ja. Waar ik zelfs mensen, iemand naartoe gestuurd heb van, zeg, ja, probeer het maar. Ik ga je zeggen wat schadelijk is. Ik zeg, ga daar maar naartoe. En die is na 3 maanden teruggekomen. Okay. Maar je verwijst dus het woord villa-leven naar die therapeutische secten. Ja. Dat is relatief nieuw en dat potentieel is gevaarlijk. Ja. Ja, dus misschien moeten we daar nog even... Dat is een evolutie van de laatste 7, 8 à 10 jaar. Zo. Van, je ziet dat ook in de statistieken van het JAXO, dat de grootste proportie van aanvragen dat uitgemaakt van wordt. Van mensen door, die zich zorgen maken dus, hè? Of die gewoon meer informatie van, willen. Over de psychotherapeutische secte. En het interessante daaraan is... Ja, want secte wordt vaak met religieuze aspecten verbonden. Hè. Dan zegt een secte, ja, religieuze secte, denkt men. Maar hier gaat het over bepaalde bewegingen die een specifieke techniek propageren, hè, om je mentaal beter te maken. En die op het eerste zicht niet veel religieuze elementen hebben. Maar waarbij mensen in het verdere contact toch stilletjes aan zo voelen van, er zijn toch wel wat dingen die zo wat... bevreemdend zijn, zal dat dan nu geen secte zijn die dan nog informatie gaan opvragen? Dus men herkent basiselementen, sectarische elementen, die we gewoon vroeger ook in die religieuze bewegingen vonden, maar nu in essentie niet atypische religieuze bewegingen, want er is natuurlijk ook een zekere, vaak een esoterische dimensie aan verbonden. Ja. En die therapeutische sectarische groeperingen, wat spiegelen zij de mensen voor? Wij voelen ons niet goed in deze tijd. Mensen zijn individualistisch geworden, we lopen gewoon... En dat is ook waar, hè. Dat speelt natuurlijk in op de tijdsgeest zoals het is, hè. De sociale aspecten, dat is er niet meer. Iedereen zit voor de computer, sociale media, op zijn gsm te tikkelen. Niemand praat meer met elkaar. Allee, dat is nu een beetje ook extreem uitgedrukt, maar dat is een beetje de tijdsgeest. Ja. En mensen voelen zich vervreemd of ze voelen zich niet goed. Ze hebben psychologische problemen, wachtlijsten, nergens kunnen terecht kunnen. En dan staat er iemand bij je en zegt van, doe deze therapie en dat gaat u beter maken. Ja. Okay. Dat is weer het juiste knopje indrukken bij die mensen dan. Hè. Ja. Dus eigenlijk meegaan met de tijdsgeest. Dus is het erger geworden? Nee, je hebt uitspattingen, heb je altijd vroeg of laat, van extremiteiten, van zelfmoorden of dergelijke. Wel, maar... Ja, dus die secte van in Jonestown, zoals het genoemd werd, waar honderden mensen zelfdoding hebben gepleegd of vermoord zijn. Ja. Andere secten die voor doden hebben gezorgd, dat lijkt nu toch al een tijdje achter ons te liggen. Maar blijft het gevaar reëel? Dat gevaar blijft zeker daar reëel. Daar twijfel je niet aan. Maar dat zijn... Ondanks het feit dat mensen dat weten, dat die groepen hun leden daartoe kunnen brengen. Wij weten ook wat het nazisme ons gebracht heeft en toch slagen er mensen nog in om opnieuw in die systemen terecht te gaan. Om extremistische ideologieën. Het is ook een problematiek dat er dan meer en meer al die niet verdwijnt. Jaar komen. Dus mensen leren van de geschiedenis. Ja, nee, sorry, maar ik geloof dat niet. Nee, nee. De mens leeft veel te kort, denk ik. Of zijn geheugen is zo selectief. Ja. En we blijven op dezelfde manier psychologisch kwetsbaar. De mens blijft een mens. En daarom, secten zullen ook altijd bestaan. De mens blijft beïnvloedbaar. Ja. En zijn extremiteiten, die kunnen nog altijd gebeuren. Om je hebt sommige secten die, zodra ze als je zo'n een zeer indoctrineerd systeem hebt, binnen een beweging die zich dan gaan afzonderen van de buitenwereld, waarop geen controle meer is en waar men niet meer weet wat er gebeurt. Ik vertel daar ook zo'n verhaal over. Het is dan nu 1 moord geweest, maar goed, dat geeft weer aan. Het kan gebeuren, hè. Het loopt verkeerd. Omdat die beweging in een eigen waanwereld leeft, waarbij er geen enkele correctie meer is van buitenaf. Ja. En dan ben je in staat om verder. En dat zijn mensen die... De persoon die ik een jaar daarbij begeleidde, dat was een bankdirecteur. Hè? Dat is ook een intelligente mens. Maar als je heel zijn geschiedenis bekijkt, dan begrijp je ook van hoe je zo ver gekomen bent. Ik praat het niet goed, maar je begrijpt het wel. Ja, daar gaat het hier over natuurlijk. Ja. Juist. Niet over culpabiliseren of wat dan ook. Hè. Ik heb nog 2 vraagjes. 1. Ben je nog muzikaal actief? Want ik vraag het omdat je dus zanger en gitarist was van een death metal band, Excess of Cruelty. Het is al lang geleden, maar waarschijnlijk blijft je dat toch boeien.
Speel je nog? Zing je nog? Ik speel nog muziek, maar ja. Ondertussen is het de genres en zo een beetje... Geëvolueerd, ja. Niet meer in een band. Jawel. Okay. Ja, maar ik... En nog heavy metal? Nee, heavy metal niet meer. Ik heb nog wel ambities gehad zo van, maar ja. Dat is er dan net niet van gekomen. Het kan nog terugkomen. Maar voor de rest is, ja, ik heb heel lang pop gespeeld, poprock gespeeld. En nu speel ik al, ja, ook al, ik ben nu altijd betrokken in een Balinese groep. Dus een groep iets van... Heel anders. Helemaal ja. Iets anders, ja, dus de Balinese muziek. Dus ja, ook een andere manier van denken over muziek en andere instrumenten. Ja, ja. Maar ik blijf nog altijd muzikaal actief. Oké. Okay. En mag ik je tot slot vragen of je een stukje wilt voorlezen uit je boek? Ja. Ik ga, zoals je zei, van ja, de kinderen, hè, dat is een heel... En het is ook iets waar ik... ik heb eigenlijk nooit wakker gelegen tijdens mijn 20 jaar van begeleidingen of wat ik meegemaakt heb. Maar als ik het boek ben begonnen te schrijven en alles terug... voor de geest kwam en dingen begon neer te schrijven, dan heb ik wel een aantal nachten wakker gelegen. Ja. En dat ging dan vooral over kinderen. Ja. En ik denk dat misschien ook te maken heeft met het feit dat ik ondertussen zelf ook een aantal kinderen heb. En ja, ik moet altijd denken aan mijn eigen kinderen dan als ik zo'n... dus daarom dat ik ook een fragment over een zaak die trouwens meer dan 20 jaar geduurd heeft en die ook eigenlijk niet zo fijn afgelopen is voor de slachtoffers. Okay. Die ondertussen al volwassen geworden zijn, maar die eigenlijk geen recht hebben gekregen. De OKC-beweging. Ja. Dus het is een beweging die naar Zuid-Frankrijk is getrokken en die daar in kasteel leefde. En het is een passage die eigenlijk aangeeft van hoe ze de kinderen daar leefden. Ja. Dus in het kasteel was er geen plaats voor affectie. Alleen voor boeddhistisch lijden en voor Lama Kunzang. Lama Kunzang was alomtegenwoordig. Zijn foto hing overal, in alle kamers, zelfs in de badkamer. Elke dag moesten de volgelingen 108 keer lang uit op de buik vallen en weer opstaan voor Spats. Of voor zijn foto als hij afwezig was. Men mocht nooit naast hem lopen, maar moest altijd schuin achter hem blijven om geen schaduw op hem te werpen. Er was geen televisie, radio of computer aanwezig en men wist niets over de buitenwereld. De eerste jaren op het kasteel was er ook geen verwarming of warm water. In de winter daalde de temperatuur er gemakkelijk tot min 17 graden. De kinderen hadden weinig kleren en het was verboden om de handen in de zakken te steken of om handschoenen te dragen. Men leefde van gewassen uit de omgeving, maar in de winter moesten de kinderen het stellen met beschimmelde havermout of soep met een stukje brood, of ze kregen wat vervallen overschotten van een van de winkels die de secte in Brussel had. Elke ochtend, 7 dagen per week, jaar in, jaar uit, moesten de kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar om 5 uur opstaan om te bidden en om honderden pagina's Tibetaanse teksten uit het hoofd te leren. Alles stond in het teken van het lijden, een middel om het slechte karma te verbranden. En er werd strikte gehoorzaamheid vereist. Anders werd men gestraft, en die straffen konden allerlei vormen aannemen. Een uur op blote voeten in de sneeuw staan, slagen met houten stokken op de billen, rug en schouders met een prop in de mond, opgesloten worden in een donkere kamer van het kasteel, 's nachts in een slaapzak kilometers ver het bos ingestuurd worden tussen de wilde zwijnen, dagenlang geen eten krijgen, zich om 4 uur 's ochtends in een beek in het dal wassen, zelfs in de winter. Talloze meisjes, bijna allemaal minderjarig, werden seksueel misbruikt. Die klachten werden bewezen, maar waren ondertussen verjaard. Spats nam tienermeisjes in zijn huishoudelijke dienst vanaf de leeftijd van 12 en 13 en misbruikte ze in het geheim om zijn seksuele behoeften te bevredigen onder het voorwendsel van het beoefenen van tantrische rituelen. Spats zag het als een uitwisseling van energie. De kinderen moesten arbeid verrichten op het domein, zich bekwamen in gevechtsporten en zich voorbereiden op het einde van de wereld. Elk kind werd getraind in karate en werd zelfs geoefend in de regen of de sneeuw. Ze kregen ook aangeleerd hoe ze iemand de tong of de neus moesten afsnijden. En als de spanningen te hoog opliepen, dan organiseerde Spats een feest waarbij alle kinderen vanaf 12 jaar een grote beker met whisky of vodka kregen. Dat ging de hele nacht door. En 's ochtends werden de stom dronken kinderen in een tractor gelegd en naar de slaapzaal gebracht. Er was ook sprake van medische verwaarlozing.
Een van de kinderen vertelde later dat zijn moeder, toen ze borstkanker kreeg, op bevel van Spatz haar laatste maanden moest doorbrengen in een woonwagen in het bos, zonder enige nutsvoorzieningen en medicamenteuze behandeling. Hij mocht haar eenmaal per week op zondag bezoeken tot ze stierf. Dank u wel.